Dit is het verhaal van een Nederlands koopvaardijschip en zijn bemanning. Die voeren in oorlogstijd. Dit is nogmaals de reis naar het verre noorden, waar schip en bemanning betrokken raakten bij een van de treurigste episodes uit de hele oorlog ter zee. Dit zijn de herinneringen die de zeelieden nooit hebben kunnen vergeten, hoe graag zij ook over hebben gezwegen. Wim van Laar en Jos de Jong. Beiden waren zeeman in oorlogstijd. Ze moesten varen, ondanks het dodelijke gevaar van de Duitse duikboten. En ongeacht het aantal keren dat hun schip al tot zinken was gebracht. Een zeeman in oorlogstijd had maar te doen wat hem werd opgedragen. En te gaan waarheen hij werd gestuurd. Zijn leven lag in handen van anderen. Mensen die hem niet kenden. En die dan ook eerder treurden om een verloren schip dan om een verloren zeeman. Een zeeman had geen keus. Hij was al lang blij als zijn volgende schip een goede hut had en een warme kooi. Het Nederlandse stoomschip Paulus Potter, dat in juni 1942 klaar lag voor zijn allereerste reis, leek zo'n schip. Uit niets was het huiveringwekkende lot te voorspellen dat schip en bemanning zouden moeten ondergaan. Lijkt er een beetje op? Ja, helemaal. Ja, dat is de Paulus Potter. Droom van een schip. Ik heb er nooit zo'n mooi schip mee gemaakt, dat was. Het is echt een schip, daar hou je van als zeeman zijn, je houdt van een goed schip, maar dat was voor ons was het helemaal een droom van een schip. Want voor de oorlog zat je op die oude schepen allemaal, maar dat was hip, dat was allemaal was modern, dat was uit de kunst. En de bewapening? Ja, die was ook goed. Ja hoor, ja, kijk maar. Boven op de brug hadden we een grote olieken staan. En op het achterschip hadden we een groot kanon. Die bewapening was uit de kunst bezet. Hè? Kapitein van de Paulus Potter was een zwijgzame Groninger, Willem Sissing. Maar ook een kapitein had te gaan waarin hij werd gestuurd. Al was het naar de hel, of nog erger, zoals in dit geval, naar Archangel. De route naar Archangel en naar Moermansk aan de Russische Kola-bocht voerde vlak langs de Noordkaap, langs de vliegtuigen van de Luftwaffe. En langs de Duitse U-boten die daar op de loer lagen. Bij IJsland, het laatste station voor de gevaarlijke oversteek naar Rusland, verzamelde zich een indrukwekkende vloot van vrachtschepen en oorlogsbodems. Dat er zoveel oorlogsschepen waren, zagen de koopvaardijlieden als een teken van geallieerde overmacht. Dat al dat militaire vertoon juist duidde op zwakte en angst voor de komende gebeurtenissen, geloofden ze liever niet. Onze kapitein die was aan de wal geweest en toen hij terugkwam, toen stond het gezicht van hem helemaal bedrukt. Nou waren wij geen mensen om nou zomaar te vragen aan de kapitein natuurlijk, kapitein, waar gaan we naartoe? Maar we voelden aan de man dat het niet goed zat. Enfin, later werd er dan bij elkaar geroepen en we hoorden dan op de brug met de kapitein, we gaan dan naar Rusland.
Nou, ik ben nooit erg bang geweest en nog niet, maar als je dat dan hoort en je ziet al die grote macht, dat geweldige oorlogs, destroyers en everything, en je ziet dat, dan ben je helemaal niet meer bang. Want je denkt je, nou, met zo'n grote overmacht, ik denk, daar moet je toch de oorlog mee winnen. Dat moest. We wisten waar we naartoe gingen. Voor mij maakte het totaal niets meer uit. Want je wist het dat je al iets extra's kreeg, dat je in de gevarenzone zat. En waar je naartoe ging, op die leeftijd dacht ik dat je alleen maar voor je land iets moest doen. En of dat nou naar Rusland was of naar Siberië of wat ook, maakte voor mij totaal op dat moment niets meer uit. Wat ik nu denk is natuurlijk anders. De enige reden waarom het kansloze konvooi toch vertrok was een verholen dreigement van de Russische dictator Jozef Stalin, wiens leger was platgewalst en die vreesde niet langer te kunnen standhouden tegen de oppermachtige Duitse legers. Stalins ambassadeur in Londen had laten weten dat Rusland vrede met Hitler wilde sluiten als het Westen niet snel te hulp kwam. Churchill begreep maar al te goed dat als de Russen de strijd opgaven, Hitler al zijn militaire kracht op Engeland zou richten en het zou verpletteren. Maar hij kon geen hulp bieden. Als teken van goede wil beloofde Churchill desondanks omvangrijke wapenhulp die per schip naar de Noord-Russische havens gebracht zou worden. Een officieel verdrag werd daartoe in Moskou ondertekend. Stalin scheen tevreden te zijn. Toen Hitler merkte dat Stalin bevoorraad werd met scheepskonvooien die vlak langs het Rijk slopen, ontstak hij in woede. Hij gaf opdracht een operatie voor te bereiden om het eerstkomende konvooi volledig te vernietigen. Op 15 juni 1942 verscheen de opperbevelhebber van de Duitse marine, admiraal Reeder, bij de Führer met een gedetailleerd plan dat hij operatie Russelsprong had gedoopt. Luchtmacht, onderzeeërs en marine moesten op volle sterkte uitrukken tegen het aanstaande konvooi. Zelfs het meest gevreesde slagschip van die tijd moest worden ingezet, de Tirpitz. Reeder veronderstelde dat alleen al het opdoemen van dit superschip in de Poolzee de Britten de schrik om het hart zou doen slaan. De Britten waren beter geïnformeerd dan de Duitsers vermoeden. Patrick Beasley werkte in der tijd in de Citadel, het inlichtingenhoofdkwartier van de Britse marine. Het lag 30 meter diep verscholen onder de grond, maar had toch een uitstekende kijk op de plannen van de vijand. In the middle of June, when the Germans issued the plans for the attack on PQ-17, this became known to us within 4 days. And these were that, as the next British convoy had been located, the Tirpitz would move up from Trondheim towards Narvik, closer to the convoy, and the German ships, the Admiral Scheer and the Lutzow, would move from Narvik to Altafjord, and that then there would be a combined attack by all these ships, by German U-boats, and by the German Air Force on the convoy. So on by the 18th of June, before the convoy had sailed, we had the German plan in our hands. De Britse admiraliteit vreesde een catastrofe. Opperbevelhebber Sir Dudley Pound waarschuwde Churchill en drong op afstel aan. Maar Churchill had geen keuze. De Russen, zo zei hij, verwachten dat ook wij onze prijs betalen. Hoe hoog mocht die prijs dan worden? Als de helft er maar doorkomt, meende Churchill. Churchill bedoelde schepen. De mannen die schepen moesten bevaren, kwamen in zijn berekeningen niet voor.
De mannen van konvooi PQ-17 hadden nog steeds alle vertrouwen in een goede afloop van de reis. Het was goed in elkaar gezet. We hadden het prachtig om ons heen allemaal, die destroyers en noem maar op. We vonden het daar prettig, veilig. En, maar na twee dagen, toen kwamen er nog veel meer oorlogsschepen. Toen kregen we een ene zo'n 40, die kwamen erbij. En er waren erbij van die grote, er waren twee slagkruisers, die kwamen erbij. Ik denk, nou, dat kan wel eens eventjes even gevaarlijk worden, linkerzoek natuurlijk, hè. Ja. Die Amerikanen die kwamen er toen bij, met die grote destroyers, en die gingen door het konvooi, tenminste wij, want je vaart in kabels, en tenminste op lengte en afstand allemaal. En toen kwamen ze zo langs, zij varen. En nou, toen waren ze erg vriendelijk om nog voor ons gewoon plaatjes te draaien. En toen kwamen ze nog voorbij. En toen begonnen ze, tenminste de een of andere plaat, ik geloof dat die heet Van Anchors Away. Nou, dat was prachtig. Ja. Dus ik dacht bij mij, dit kan nooit fout gaan en dit kan natuurlijk nooit kapot gaan. Konvooi PQ-17, zoals het binnen de admiraliteit werd genoemd, was een buitengewoon groot en buitengewoon sterk konvooi. Het bestond uit 4 kolonnes van 9 schepen. Vooraan in het midden het schip met de commodore, de leider van het konvooi. Vooraan aan bakboord de Paulus Potter. Onder aanvoering van de torpedojager Keppel voeren een indrukwekkend escorte mee. Dat bestond uit 6 torpedojagers, 2 luchtdoelschepen, 4 korvetten, 2 onderzeeërs, 4 bewapende trawlers en 3 mijnenwegers. In totaal maar liefst 21 schepen. Maar dat was nog niet alles. Ook de Britse Home Fleet zou uitvaren, met in totaal 19 oorlogsschepen, waaronder 2 slagschepen en 1 vliegdekschip. 13 geallieerde onderzeeërs lagen op de loer voor de Noordkaap. En in het uiterste noorden waren 4 zware kruisers en begeleidende torpedojagers paraat. Bij elkaar 60 oorlogsschepen voor 37 handelsschepen. Als het ernst wordt, kunt u op ons rekenen, had de marine beloofd. Dat heb ik op mijn verjaardag ook gekregen. En dankzij onze hofmeester, hij was anders niet zo groot, maar hij vond toch op zo'n grauwe dag, want het was overal, je was toch wel bang. Innerlijk was je echt bang, maar je wou het niet herkennen in die tijd. En nou, zodoende kregen we allemaal een whisky. Ze wisten dat u... Jarig. En ze wisten dat ik jarig was. Hoeveel jaar was het toen? Ik was toen 17. Ja. Het is nog een gezellige dag geworden. Ja, voor die uren wel. Ja. En want je ging nog ineens meer naar bed. Want je sliep, of als je naar bed ging, dan sliep je toch met je kleding aan. Dan moet je verwachten toch elke keer dat je... En vooral omdat je al vroeger schepen verloren hebt. Hè. Dan ben je al waakzaam dat je al direct aangekleed bent om weg te stappen. Op precies dezelfde dag kreeg PQ-17 onwelkome gasten, zoals Hugo Deiring, filmamateur en officier op de Duitse onderzeeër U-255. We zien hier het uitlaufen van U-255, de eerste feindvaart. Hier nog enige teruggeblevene bruiden van onderofficieren, dan officieren en manschappen van de U-bootflotille. Die Leinen werden losgeworfen,
ein letzter Gruß der Offiziere der Flottille und mit Rückwärtsfahrt legt das Boot ab. Die Besatzung winkt den Zurückgebliebenen zu. Hier ein Passagierdampfer, der der U-Boot-Flottille als Wohnschiff dient. Ein letzter Winkspruch. In dieser Szene sind wir bereits nördlich von Skagen und steuern die Südküste von Norwegen an. Die erste Brückenwache. Hier schon das Einlaufen durch den Westfjord nach Narvik. In ein Seitenfjord von Narvik sollte U-255 abwarten, bis der Auslaufbefehl kommt. Und dies bin ich, wenn ich das recht sehe, wohl selber in jugendlichen Jahren da als erster Wachoffizier. Kommandant Kapitänleutnant Reinhard Reche. Nach dieser letzten Erholung vor der Feindfahrt kam also dann der Auslaufbefehl mit der Weisung, auf den Geleitzug PQ-17 zu operieren. De U-255 was de eerste van de vele patrouillerende U-boten die het konvooi ontdekte. We hadden twee geleitfahrzeugen uit de nebel komen gezien, die sofort weer verschwanden. We hebben nu versucht, den Geleitzug im Nebel wiederzufinden, was außerordentlich schwierig ist. Wir mussten dazu jedes Mal wieder tauchen, mussten unten eine Horchpeilung nehmen, konnten dann, da ein Geleitzug mit seinen vielen Schiffsschrauben ein ziemlich breites Geräuschband unter Wasser, das auch sehr weit reicht, das kann also über 100, 150 Meilen weit reichen, konnten dann eine Peilung nehmen und stießen dann nach dem Auftauchen wieder mit hoher Fahrt hinterher. Und auf diese Weise kamen wir tatsächlich so dicht hinter den Geleitzug, dass als der Nebel auf einmal aufhörte, wir ihn wie auf einem Tablett vor uns sahen, hinter uns der Nebel, vor uns der Geleitzug. Und konnten dann eine sehr genaue Meldung machen über die Anzahl der Schiffe und ihre Ausrüstung, die begleitenden Fahrzeuge, die Sicherungsfahrzeuge und auch, dass er zum Beispiel Ballons hatte, um Luftangriffe zu verhindern. De onderzeeërs hadden luchtverkenningsvliegtuigen naar het konvooi geloodst. Sindsdien werden de vrachtschepen onophoudelijk geschaduwd en beloerd vanuit de lucht. De vliegtuigen bleven zorgvuldig buiten het bereik van het scheepsgeschut. Zeer tot de spijt van Henk Smit, die de reis van de Paulus Potter meemaakte als matrooskanonier. Een bekenner. Die was vooruitgestuurd. En die kwam uit de meesbank zitten. Zat hij per ongeluk verschrikt, zat hij midden in het konvooi. Dus hij moest gauw benen maken. Dat was een fout van zijn. En wij hadden hem wel gehoord, want we kregen gelijk weer door van die andere schepen. En toen ging hij op veilig afstand, zo op de horizonhoogte, dat hij alleen maar in de rondte vliegen. Nou, toen wisten we uit, er was natuurlijk alarm gegeven, omdat er vliegtuig was in de buurt. Je kon werkelijk wat uitrichten met zo'n machinegeweer? Nou, nee. Volgens mij niet. Want ten eerste plaats bleven de bommen op zo'n danige hoogte, dat het met een machinegeweer toch niet te bereiken was. Maar de marine was alweer tevreden, omdat je in een spervuur lag. En daar was het hoofdzakelijk op te doen. Ja. Alleen dan die zwaardere machines, die pompoms, ja, die schoten hoger, maar ja, die raakten ook niks, want ze bleven wel op mijn hoofd. Alleen dan die waterliefthouder, die komen laag over het water. Nou, dan kan je ook weer niet schieten, want dan schiet je je buurman voor de raam. Ja. Maar het ging toch gewoon, volgens mijn idee dan, was het gewoon maar een idee van, je kan een spervuur leggen, dan blijven een beetje uit de buurt, dan kunnen ze niet zo goed richten. Maar op het moment dat die luchtverkenner daar rondcirkelde, wat... Nou ja, die gaf dan een seintje op, dat konvooi van zoveel schepen, dat kwam hij allemaal netjes op, kon hij dat op zijn gemakje bekijken.
Nou, ze hebben natuurlijk daar naar de basis getoegesteind. En toen hebben ze daar klaargemaakt om tot die aanval over te gaan. Mussten nun aber versuchen, selber um zum Angriff zu kommen, uns außer Sicht dieses Geleitzuges nach vorne zu setzen. Das dauert immer sehr lange, weil der Geleitzug auch mit einer beständigen Geschwindigkeit von, sagen wir mal, 7 bis 10 Knoten, je nachdem, wie schnell das langsamste Schiff fahren kann, sich nun vorwärts bewegt und wir eben außerhalb der Sichtweite der Sicherungsfahrzeuge bleiben mussten. Als wir nachher glaubten, wir wären weit genug vorn und uns dann wieder tauchten, um einen Angriff zu fahren, kamen wir nur zu einem Angriff auf einen Außenzerstörer, der aber offenbar den Schuss der beiden Torpedos dann mitbekam und ihnen ausweichen konnte. Die Folge war für uns eine Serie von Wasserbomben, die wir sozusagen als Feuertaufe auf unserer ersten Fahrt bekamen. In de avond van de 2 juli begon de Kriegsmarine de voorbereiding van haar vernietigende operatie Russelsprong. Het gevreesde monster Tirpitz kroop uit zijn schuilplaats en stoomde, omringd door 6 torpedojagers en 1 kruiser, de open zee op in onbekende richting. De Noorse fjordenkust werd intensief bespioneerd door Engelse verkenningsvliegtuigen. Kort na het vertrek van het vlootdeel met de Tirpitz ontdekten de Britten dat de ankerplaats van het gevreesde slagschip verlaten was. De Citadel in Londen kreeg daarmee de bevestiging van wat ze al uit haar ultrabron had vernomen. Early on the 3rd of July, we received a decoded ultra message which indicated that the Tirpitz had sailed from Trondheim and also that the Lützow and the Scheer had left Narvik for Altafjord. All this was completely in accordance with the plan which we had received from the Swedes. Unfortunately, we did not know exactly where the Tirpitz was going. She might sail direct against the convoy. It was therefore a very anxious time for us, and it was made more anxious by the fact that at this critical moment we became blind. That is to say, Bletchley Park could no longer supply us with any ultra messages. This is a reconstruction by the Polish intelligence services made just before the outbreak of World War II of a German Enigma machine. As you can see, it looks rather like an ordinary typewriter, but in fact it's a great deal more complicated than that. Inside there are here 3 rotors, and when you depress one of the typewriter keys, the rotor moves in an irregular fashion, so it does not repeat itself. And we depress key U for U-boat. Here lights up P, which is the coded version of the message. So you type out your message here on the typewriter key, and for each letter you strike here, a different letter comes up, lit up, which has to be taken down by another man, written out,
And then that is the coded message which can be sent off by wireless or any other appropriate means. Every 48 hours, the settings on the German Enigma machine were changed, and this involved a fresh attack and a fresh break-in by the code breakers. And there was no guarantee how quickly this would be achieved, whether it would be 6 hours, 24 hours, or 48 hours. And yet here were the Germans apparently ready, and possibly even having started to sail to attack PQ-17. Vliegt nu met sportvliegtuigjes. Maar toentertijd was hij commandant van een squadron Junker bommenwerpers, gelegerd in het noorden van Noorwegen. Ik ben damals Hauptmann en commandeur einer Kampfgruppe U-88 in Bardufoss bij Tromsø. Dat is in de nähe des Nordkaps. En mijn Aufgabe bestand darin, den Seeraum van Jan Mayen über Bäreninsel Spitzbergen bis Archangelsk, Novaya Zemlja, zu überwachen und Konvois anzugreifen. Diese Geleitzüge liefen teilweise bei sehr, sehr schlechtem Wetter, niedrigen Wolken, Schneegestöber und im Winter natürlich meistens auch bei Dunkelheit, was uns das Handwerk sehr erschwerte. Dann als die Nächte dann kürzer wurden, so ab Mai, waren unsere Einsatzbedingungen besser und wir haben dann auch größere Erfolge erzielt, Versenkungen. So, Sie wussten, dass jeden Monat ein Gleitzug hierbei kommen soll? Ja, das wurde regelmäßig so gehandhabt. Die sammelten in Reykjavik und fuhren dann so alle 3 bis 4 Wochen ihre Tour durch die Barentssee in die russischen Häfen und wenn sie vorbei waren, soweit sie nicht gerupft waren von uns, haben wir uns auf Training verlegt. Wir haben Sturzflüge mit Zementbomben gemacht, wir haben uns geeignete Ziele ausgesucht, wo eine kleine Eisscholle im Fjord trieb, da haben wir dann diese Eisscholle zerstört. Und haben damit einigermaßen Erfahrungen auch gesammelt und sind verhältnismäßig fit geblieben. Und wenn dann die Geleitzüge kamen, es geht jetzt also jawohl um den PQ-17, so haben wir von Anfang an Bescheid gewusst, dass er aus Reykjavik ausgelaufen war. Es war dauernd ein Fühlunghalter dran. Sei es ein Flugzeug, Wasserflugzeug oder auch ein großes Landflugzeug oder auch ein U-Boot. Wir haben uns dann vorbereitet und sind rechtzeitig losgeflogen und haben den Geleitzug auch schon das erste Mal in Richtung, ich glaube es war Nordwest, angegriffen. In de Citadel in Londen groeide ondertussen de spanning met het uur. De Tirpitz was uitgevaren. De ultraberichten stapelden zich op. Maar nog steeds was de nieuwe Enigma-code van de Duitsers niet gebroken en konden de opgevangen berichten niet worden gelezen.
So, the afternoon was a very anxious one in the Admiralty on the 3rd of July. The flow of information had stopped, and it was, of course, possible that the Tirpitz had sailed direct to attack the convoy. We waited with growing impatience for Bletchley Park to break into the new settings again. Throughout the night of the 3rd and 4th of July, no information came. Still, on the morning of the 4th of July, and throughout the 4th of July, Bletchley Park were unsuccessful, and air reconnaissance had failed, and we simply did not know what was happening. Then, at about 7 o'clock on the evening of 4th of July, the message suddenly came from Bletchley Park that they'd cracked the 48-hour settings for traffic from noon on the 3rd to noon on the 5th of July. One of the earliest messages to come up was both alarming and also slightly reassuring. It showed that the Tirpitz had not sailed direct against the convoy, but had joined the Admiral Scheer and the Lützow in Altafjord. So that was reassuring. They had arrived that morning, the 4th of July. What was less reassuring was the fact that the destroyers which accompanied the ships had been ordered to refuel immediately, and this tended to support the view that an attack on the convoy was now imminent. There was little that we could do. We simply had to wait for fresh information to come in. Fresh information, that is, from any signals which the Germans might make. It was for this reason that the signal was made to Admiral Hamilton and his cruisers to carry on further to the eastward than had originally been intended, because we hoped that something positive would soon emerge from the German signals. Op hetzelfde moment stormde Hauptmann Hermann met 30 Junker bommenwerpers en 22 Heinkel torpedovliegtuigen de Poolzee op voor een luchtaanval op konvooi PQ-17. Claire Spaans, de oudste matroos aan boord van de Paulusbotter, herinnert zich die eerste luchtaanval nog terdege. Kunt u vertellen hoe zo'n vliegtuigaanval in de lucht ging? Ja, je zag ze aankomen. Een zwermen. En dan stortten ze zich naar beneden? Ja, en dan had je natuurlijk gelijk die duikboten. Maar je hebt één cirkel die vaart vlak rond de konvooi. Al die schepen waren bewapend, maar niet zo zwaar als die Paulusbotter. En dan heb je een buitencirkel. Die moet die duikboten oppakken. Maar wat denk je dan als zo'n vliegtuig naar beneden komt denderen? Ja, schieten. Je wij. Ja. Een van de twee. Maar even zo vrolijk bleven ze die twee torpedo's afvoeren. En op wat bleven ze doorschieten. Die Duitsers waren niet bang. Ja, die staartschutter op die boegschutter, die bleef door. Dat gaat erom hoe het is hij of wij. Net als een Duitse soldaat met een bajonet voor je staat. Het was een zeer schönes en strammes beeld, wie die Formation da durch den Ozean pflügte. Es waren viele Korvettenzerstörer rundherum. En een schwereres Schiff war auch mittendrin. Ich glaube, es war ein Flakkreuzer. En der erste Angriff wurde von uns gefahren bei etwas bedeckten Himmel. Van achter af gefolgt, vlogen ze zo de binnen. En ze wisten al precies welk schip moest ze hebben. Want die ging daarheen, die ging daarheen, die ging daarheen. Daar waren rotschepen, daar werden nog eventjes overgeslagen. Nou, toen zagen ze stukjes. Er waren missers bij hoor. Ze waren allemaal niet uit, want dan was al dat gefolg er eens weg geweest. Maar gewoon een stuk of 5-6 schepen en eens tegelijk weg. Nou, en die vlogen met z'n allen een gangetje vlogen naar voren.
En toen ze ver genoeg waren, gingen ze weer de lucht in en zwaaiden met de staart. En ze gingen weer terug naar de wal, ze waren de lading kwijt. Dan zijn we over de wolken aangevlogen, nachdem we ons overzeugd hadden dat de geleidstof daar drunter was. Dan zijn we in formation met hoge vaart, im steilen Gleitwinkel, nicht Sturzflug, durchgestoßen und haben aus allen Bordwaffen auf das jeweils angegriffene Schiff gefeuert, unsere Bomben geworfen und bekamen dann natürlich furchtbaren Flakzunder und Flakzauber vor die Nase, sind sofort wieder hochgezogen in die Wolken rein und haben selbst gar nicht mal genau erkannt, wie die Bomben gefallen waren. Een watervliegtuig werd aangeschoten, dat passeerde ons ongeveer een goede 100 meter. Ja, die schoot erop. Maar die moest wel zakken, want dat was aangeschoten, want dat brandde aan de zijkant. En die, heel even verder, streek die neer op het water. Ik kwam gewoon een noodlanding, hij kwam goed op het water terecht. En toen kwam de maat, die kwam erachter. Die zette hem achter neer, ging naar hem toe. En dan zag hij zuiver dat die piloot van die neergeschoten vliegtuig overgetrokken werd naar het andere en bleef hij op het schuitje, bleef hij hangen. En toen ging des te bliksem weg. Terwijl de Amerikaanse vledenjaren volop vlag te vuren naar hem. Het waren fanatieke kerels. Ze kwamen in de boot. Ze hadden een... In de boot gingen ze, in de eigen zo'n dingetooi of wat ze hadden. Een rubbervlot. Een rubbervlot, ja. En er kwam een ander vliegtuig. En die landde, je zag hem zo landen. En hij pikte zo die twee piloten mee. Of tenminste, dan die bemanning wat erin zit. Ja. Nou, toen heb ik alleen maar bij mij gedacht. Nou, moeder, hoe is dat nog mogelijk? Ze gingen als vliegen zo over je heen. Van stuurboord naar bakboord, vanaf de voormast tot de achtermast. En maar bommen gooien, en maar bommen gooien, en maar bommen gooien. We staan te kijken naar op dat dek en ineens poef, een van die Duitse vliegtuigen werd geraakt. En die laat zijn boven die tanker vallen. Een klap hebben we nog ineens gehoord. Het was zo weg, we waren pikzwart. Zo dicht vaarde die tanker bij ons. Er waren twee schepen die eentje een bakboord zijn van ons. Die zagen we zo. Bingo. En aan was hij weg. Dan zie je alleen, dan zie je het voorschip. Want een schip, hij brak. En dan zie je de voorsteigen, zo. En de achtersteven zo. En hij was weg. Overlevende.
Nou, toen was die aanval, die was er weer over. Ze hadden alles erin en toch nog verbaasd kijken dat die wind er nog flikte. Ja, toen ging ineens weer alles weer netjes in gelid gevaren, maar dat rotzak daar in de horizon, die bleef maar rondcirkelen. Die kreeg je niet meer. Convoy BQ-17 had zijn eerste aanval met glans doorstaan. In totaal waren maar 2 van de 37 schepen tot zinken gebracht. Jack Broom, de commandant van het Britse marine-escorte, was trots op de vechtlust en de discipline van de vrachtschepen. You turned your ship and inspected the columns of the convoy then? Yes, yes. I went up and down and gave them a pat on the back. I also reassured them not to be a bit careful with their ammunition because they couldn't get any more. Once they run out of ammunition, that was it. So not to be wild and extravagant. Of course, decisions now had to be taken, and Admiral Pound was summoned down from his office in the other parts of the Admiralty to the Operational Intelligence Center to review the position. The intelligence officer who was in charge of information about German surface ships was Commander Denning. He was a very, very experienced officer. But when Pound questioned him, what Pound wanted to know was whether Denning could promise that the German ships, and particularly the Tirpitz, had not yet left Altafjord. Denning could not give any such positive assurance. He told the First Sea Lord, that Pound, that if and when the German ships sailed, there would be various indications, including ultra signals, at least to minesweepers and other small vessels, to indicate their departure, and that no such indications had been received. Therefore, in Denning's opinion, the ships were still in Altafjord. Pound very rarely came down to the Operational Intelligence Center, practically never. He didn't know the personnel there very well. He didn't know the way their minds worked. He didn't know the background information. Had he come more frequently to the Operational Intelligence Center, he might have been convinced by Denning. But unfortunately, he was not. Sir Dudley Pound meende ervan te moeten uitgaan dat de Tirpitz onmiddellijk na het tanken van de destroyers zou vertrekken en om 2 uur die nacht het konvooi binnen schietbereik zou hebben. Teruggekeerd in zijn eigen vertrekken, riep Pound zijn staf bijeen voor een crisisberaad, waarop hij enkele rampzalige beslissingen zou nemen. We do not know exactly what happened at this meeting, but it appears that the majority of those present thought that nothing should be done, at least for the time being. But eventually, Admiral Pound himself decided, and entirely on his own responsibility, that the cruiser escort must be withdrawn immediately because of the danger from the U-boats. This we knew from Ultra. The first signal was a bad signal because it was to Hamilton and the cruisers to retire immediately at high speed. It did not say why they were to retire, which was, of course, because of the danger from U-boats. The second signal, which went out soon afterwards, was to the close escort of the convoy, ordering the convoy
to disperse. This was an immediate signal. But the correct term was not disperse, but scatter. So immediately after that, a third signal was made, and it was made most immediate, the very highest priority, using the correct word, scatter. Now, the effect of this on Admiral Hamilton and Captain Brum was obviously, because they knew of the danger from Tirpitz, the potential danger, that Tirpitz must be at sea and that any moment now her masts would loom up over the horizon and she would have the convoy within range of her big guns. Waar was de Tirpitz op dat moment? Het slagschip lag nog steeds onbeweeglijk in de Altafjord, precies zoals Pound's inlichtingendienst veronderstelde. Het schip wachtte op een uitloopbevel van Hitler zelf, maar de Führer wilde er eerst van overtuigd zijn dat het geen gevaar liep. Daarom mocht de Tirpitz pas uitlopen als alle vijandelijke vliegdekschepen in de omgeving waren vertrokken of vernietigd. Maar in de mist waren de Duitse luchtverkenners de Britse Home Fleet met diens vliegdekschip kwijtgeraakt. Van vernietiging van het schip kon dus geen sprake zijn. Van het uitlopen van de Tirpitz nog minder. Well, it was the last signal I expected. It was a shock that I put in my report. I had no idea, none of us had any idea that the German Navy was attempting or about to attempt to attack. And that was all there was to it. I couldn't understand why. The scattering is a desperate order. You can't unscatter. Toen werd er een commando gegeven, dat gaat wat lachen en alles. Ieder voor zijn eigen en God voor ons allen. En toen is de konvooi uit elkaar gestoven. En toen is het één voor één afgeslacht. Nou ja, wat er toen allemaal gericht is, zal ik niet zeggen. Want er staat op het hele ABC van voor en achter en terug. We hebben die Engelsen gemaakt voor alle van mooie lelijkjes. Want waar wij voor ons verraaien, dat is de boel in de steek. Well, we were all bitter not to be told why we'd got to leave those ships like that. It just can't be done unless there's an explanation. We were all very upset indeed. I was for weeks. It was vrij, want je zoekt ergens, zoek je natuurlijk, dat je denkt, help me. Je bent je protectie weer kwijt. Ja. En dan sta je in ene, ben je helemaal op je eigen aangewezen. In nog geen half uur was het trotse konvooi PQ-17 veranderd in een stel losgeslagen, angstige en weerloze vrachtschepen. Het Duitse hoofdkwartier gaf zijn onderzeeërs vrij spel. Ieder oppervlakteschip was vijandelijk, want de Duitse marine was nog steeds niet uitgelopen. Denning, a mere commander, had received another signal, decoded German signal, which was a message to the U-boats in the neighborhood of PQ-17, telling them that no German surface ships were in the area at that time. Denning persuaded Clayton, the head of the whole of the OIC, to go back to Dudley Pound, tell him this news, and urge on him not
to disperse the convoy, not to scatter the convoy, because it was quite clear that the Tirpitz was still a very long distance away from the convoy and probably still at anchor in Altafjord. It took a lot of courage for Clayton to go back to the head of the Navy and ask him to reverse his decision, but he did so. Unfortunately, Pound refused to make any changes. He refused to take back the signal which had already gone out to scatter, and so the convoy was doomed. Als wir in Walufoss waren, kam plötzlich die Meldung durch, dass sich dieser Geleitzug aufgelöst hätte. Wir hatten also von U-Booten auch einige Meldungen bekommen, dass hier Schiffe einzeln jetzt absplitterten und nach Norden fuhren oder Nordosten auf das Treibeis zuhielten, worüber wir uns wunderten. Dann war es in der Folgezeit für mich nicht mehr möglich, meine Gruppe geschlossen zum Angriff hinzuführen, sondern die Flugzeuge wurden fächerartig in das Meer hinausgeschickt, um einzelne Schiffe zu entdecken. Nun sah ich mir auf der großen Karte an, was ich als Handelsschiffskapitän nun tun würde in einem solchen Fall. Man würde also versuchen, möglichst außerhalb der Reichweite unserer der deutschen Flugzeuge, die von bestimmten Flugplätzen in Norwegen starteten, möglichst schnell in die Reichweite der russischen Verbündeten zu kommen. Und das war ein Quadrat auf meiner Karte in der Nähe der Novaya Zemlja. Nun sind wir Richtung Novaya Zemlja gegangen. En toen zei de kapitein, hij zegt, er is gemiddeld is het een 400 mijl. En dat hebben we toen geprobeerd om het te bereiken. Ja. Maar we wisten dat er die Duitsers achter ons aan zaten. Want ze waren de boel aan het afmaken.